Nou heb ik eens nagedacht over hoe je die problemen met dat bergen van water en die hoge temperaturen zou kunnen combineren. En volgens mij heb ik het. Een gewas dat juist houdt van natte voeten. Rijst. Ja, toch? Dat lijkt jou wel wat, hè? En dan niet meer koeien en boeren in overals, maar waterbuffels en boerinnen in sarongs. Ja, ja, en dat betekent dus dat we straks alleen maar sawa's hebben en dat al onze akkers verdwenen zijn. Ja, bijvoorbeeld. Nee, zo gaat dat niet werken. Dat kan gewoon niet. Dus jij ziet dat niet zitten? Nee, absoluut geen goed idee. En waarom niet? Dat kan ik je zo heel makkelijk uitleggen. Kijk, rijst houdt namelijk van natte voeten, ja. Maar groeit onder tropische omstandigheden. En als wij die tropische omstandigheden hier in Nederland nu al zouden hebben, dan is het ongelooflijk fout gegaan met ons klimaat. Dus dat is niet de bedoeling? Nee, maar ik heb daar wel een fantastisch mooie oplossing voor. Ja, oké. Okay. Oh. Kijk, daar komt mijn lievelingsplantje riet. Het groeit fantastisch goed in ons klimaat. En je kan het multifunctioneel inzetten door het combineren van functies. Ja. En een van die combinaties, dat is waterzuivering en waterberging. En waterberging, dat kan je al heel goed voorstellen. Riet, dat houdt van water, staat het liefst met zijn voetjes in het water. En nog sterker, het produceert op die manier ook de meeste biomassa. Dat ja. kan ook. Dus dan kan je het gebruiken in, in groene energiecentrales. Ja. Maar een boer moet natuurlijk niet alleen riet op de plank, maar er moet ook brood op de plank. Zit er financieel een toekomst in dan voor boeren? Er zit toekomst in, maar nog niet op dit moment. Op dit moment wordt er te weinig betaald voor een ton riet. En dat betekent dus dat de enige manier waarop boeren daarmee aan de slag zouden gaan is als ze gecompenseerd worden voor al hun extra functies die zij bedienen. En dat is die waterberging ja. en die waterzuivering. En de grote vraag is natuurlijk wie dat straks gaat betalen. Maar als daarvoor betaald wordt, in combinatie met de prijs die je voor riet krijgt, dan ben ik ervan overtuigd dat het systeem uit kan. Nou, ik heb even wat veldonderzoek gedaan. Hi Leo. Ja, dag Janine. En dat is nog best ingewikkeld allemaal. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen in die klimaatateliers om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen? Nou, het is ook knap ingewikkeld. En ik beweer zeker niet dat we iedereen op één lijn hebben kunnen krijgen. Maar ik denk dat het wel gelukt is om onderling begrip te krijgen tussen landbouw en natuur. En tussen landbouw en de waterschappen. En tussen waterschappen en natuur. Ja, en heeft iedereen ook zijn zegje kunnen doen? Iedereen heeft zeer zeker zijn zegje kunnen doen. We hebben iedereen uitgebreid aan het woord gelaten. En iedereen heeft ook samen een aantal maatregelen voorgesteld om dus de gevolgen van de klimaatverandering in de toekomst op te vangen. Ja, oplossingen dus. Oplossingen, ja. En wat is een voorbeeld dan van zo'n oplossing? Nou, een van de maatregelen is om natuur te combineren met landbouw en veeteelt. Een boer in een natuurgebied? Een boer in een natuurgebied. Ja. Dat geloof je niet, hè? Nee. Nee. Nou, het werkt nog niet in de Oude Vaart en in de Reest. Maar het werkt bijvoorbeeld wel in de buurt van Norg.